600 tuinders in Westland en omgeving zitten met de handen in het haar. Hun productie komt in gevaar door de brand bij Shell in Pernis van afgelopen zaterdag. Shell levert normaal gesproken CO2 aan het OCAP-netwerk, maar dat ligt door de brand nu stil. Tuinders zijn op hun beurt afhankelijk van dat netwerk, omdat CO2 noodzakelijk is om hun groenten en bloemen te laten groeien. Zonder CO2 kunnen we geen rozen telen. Zo simpel is het voor rozenkweker Barry van Os. Hij heeft 12 tot 16 uur per dag CO2 nodig om zijn bloemen te kunnen laten groeien. Er zijn gewoon drie dingen belangrijk. Dat is licht, water en CO2. Zonder een van die drie dingen kunnen wij geen kwaliteit rozen neerzetten. En CO2 speelt daar een essentiële rol in, want zonder dendert de kwaliteit achteruit. Het blad wordt kleiner, de takken worden dunner, de productie neemt zwaar af. Dus dat is voor ons gewoon onwijs belangrijk. Maar de brand bij Shell van afgelopen weekend gooit roet in het eten. De raffinaderij levert een groot deel van de CO2 voor het OCAP-netwerk, waar tuinders gebruik van maken. Maar dat ligt nu stil. Dit heeft direct impact op hun productie. De planten die groeien minder, ofwel ze moeten aardgas stoken om op die manier CO2 te produceren, wat een extra kostenpost betekent. Linksom of rechtsom, ze gaan hier direct mee te maken krijgen. Hoe lang verwacht u dat dit gaat duren? Heeft u daar enig zicht op? Nee, Shell heeft daar nog geen indicatie van kunnen geven, maar we houden er rekening mee dat het toch wel een aantal weken zou kunnen gaan duren. Tuinders krijgen nu nog maar mondjesmaat CO2 van de OCAP. We hebben gelukkig twee bronnen. De andere bron draait goed, maar die is maar voldoende voor ongeveer een derde van het normale aanbod wat we hebben. En dat is veel te weinig voor de 600 tuinders die de CO2 zo hard nodig hebben voor hun teelt. Zit je nu met de handen in het haar? Als het zo meteen stopgezet wordt, dan hebben we een heel groot probleem. Ook nu laat dit weer zien dat het systeem kwetsbaar is met alleen maar twee bronnen die we nu hebben. Voor ons is de grote zoektocht, en dat doen we in nauwe samenwerking met de LTO, is een zoektocht naar meer bronnen van CO2. En ook om CO2 tijdelijk op te kunnen slaan in lege gasvelden. En we hopen ook van de overheid die steun te krijgen om die plannen door te kunnen gaan zetten. Maar ja, daar hebben de tuinders nu even niks aan. Balen dus. Balen, ja, zeker.